You're listening to the fuck cash Het is vandaag zondag 22 januari. En ik zit hier in de kelder van de Joker tegenover Jens de Donker. Hoi, Ploi fat. Hoppie Ployvat. Zijn Ja hoor. Ja zeker. Uh, het is zeven uh, uh, uur. We zitten tussen uh, show 1 en show 2. In, in, bet in between performances. In between performances. Uh, hallo Jens. Hallo Kus. Uh, ja, dus we hebben uh, we hadden een. Show, uh, je ging uh, terug het podium op. Uh, yes. We hadden uh, een show om 8 uur gepland. Daar hebben we zoveel mails voor gekregen. Ik heb gevraagd of je ook om vijf uur eentje wou doen. Yes, m. En die zat ook vol. Dus we hebben eigenlijk. Je, de extra show is eigenlijk de eerste show geworden, natuurlijk. Ja, ja, dat is, ja, dat ja. is nou zo. En. Uh, ja, ik vond het uh, ongelooflijk. Dank u, dank u. Ik ben, ben ook wel blij. Uh, begin. Dus om misschien even te kaderen. Ja. Dus het is een beetje. Uh, dus het eerste deel doe ik echt nieuwe stukjes, nieuwe ja. stukjes comedy, ja. helemaal vers van de pers, die ik eigenlijk pas heb ontwikkeld. Uh, een kleine maand terug, toen ik het voorprogramma uh, mocht doen van Xander de Rijcke. Ja, voilà. ja. Um, uh, Die show staat ondertussen trouwens on online, van Alexander. Ja. Um, En uh, dan ben ik echt gewoon met een, met een totaal nieuwe lei begonnen, alleen maar ja. compleet nieuwe dingen. Ik was eigenlijk al trots op mezelf toen dat ik die eerste show dat ook heb volgehouden. Dat ik gewoon 20 minuten alleen Geen oude mopjes. Geen oude mopjes, nee. geen oude bits. Gewoon, ja. uh, gewoon echt uh, het aangedurfd om, uh, om volledig opnieuw te beginnen. Ja. En dan vandaag zijn er nog een paar kleine dingetjes bijgekomen. Uh... Wat voor het Xander speel je wat? 15, 20 of zo? Ja, 20. Ja, 20, ah, ja, 20. Ja, ja, en ik, ik denk dat ik nu nog iets langer heb gespeeld. Ietsje langer, 50, tussen de 50 en de 30. Was ah, het ja, bijna. Ja, ja, precies. Dat ja. Was, ja, ja, en het was uh, zeer grappig. Dus uh, zullen we zullen eerst het voor de pauze doen. Ja, ja, ja dat do ja. was een pauze. Het was wel een pauze. En voor de pauze was het inderdaad stand-up comedy. En. en uh, uh, het is wel een beetje Jens Donker 2.0, vind ik hoor. Dank u, dank ja. u. Dat is. Uh... Ja, er, ja, dat is ook wel de betrachting natuurlijk. He, ja, van, het, het, het is voor de, de mensen die gaan het uh, onderzoeken en uh, tegen de tijd uh, ga je waarschijnlijk op andere plekken ook wel spelen. Het, mm -hmm. is, het is iets donkerder, het is allemaal wat, wat, uh, uh, ja, wat straffer. Het is, maar, altijd is mijn verhaal al autobiografisch geweest. Ja. In die zin, allez, ja, dat ik altijd vertrek vanuit een persoonlijke anekdotiek. Ja. Uh, en observaties, uh, maar het is inderdaad ja, het is, het is wat donkerder, om de simpele reden dat mijn leven de laatste jaren op momenten ook wat donkerder is geweest. Dus het absoluut. is echt gewoon... Uh, ja, uh, maar, je vindt, nee, maar het verschil is voor mij, uh -huh. hè, dat de stukken in je vorige show over epilepsie, uh -huh. dat, dat je dan altijd zocht naar de humor in die stukken. Ja, ja, absoluut. En nu ook humor, maar vertrekt wel van donkerte. Ja, klopt. klopt, klopt, klopt. Dus, ik bedoel, het, is, het is niet uh, zwaarmoedig of weet ik wat. Maar het is wat, wat, wat donkerder humor. Ja, ja, ja. Terwijl de, zelfs de epilepsiestukken, waar je ook een donker stuk van zou kunnen gemaakt mm, hebben mm, toen, mm, mm. dat je altijd op zoek ging naar, naar de lach en naar de. Ja. de, 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 de hè, wat heb ik al. Net ze steken van alles in mijn bakkes en uh, dat soort dingen. Ja, nu vertrek je toch meer echt van je, van je persoonlijke zaken. Ja, ja, ja. ja, ja en vindt er dan op die manier humor in? Ja, klopt. Ofja, enfin, dat is, dat was inderdaad mijn bedoeling. En um, ik denk dat het ook een beetje komt omdat bijvoorbeeld dat stuk van epilepsie met een vorige show. Ja. Dat was wel nog altijd een van de, van de bits van die show dan dat ik nog meest. Maar dat, trots is op ben. Wel, dat is kijk goed, dat is kijk goed. Want ik moet nu wel zeggen, die show... Uh, onlangs kreeg ik zo'n mail van VTM dat ze die nog eens hadden uitgezonden. En dan nu ben ik wel te denken van... Uh, nu, ben ik, nu ben ik die voorstelling echt al gênant te vinden. Snap ik. Dat ik denk van... Ah, oh, fuck, dat is nu echt gedateerd. Ja, maar dat, ben een, dat ik is een Ja, ja mensen, precies. Mensen moeten dat ook zien. Uh, ja, ja. Ik weet niet wat voor haar je daar nog hebt. Maar heb je daar nog uh, wat uh, haar op? Of ik denk net niet meer, maar dat nee. zo die transitieperiode. Ja, dat is daar tussen... Transitieperiode. Ja, de transitie. Nee, nee. Maar... Um, ja, nee, ja, maar ja dat is ja, dat, dat was... is een tijdsdocument en, en natuurlijk op tv zien mensen dat niet altijd ja, want ja, dat weten ja. de mensen niet maar voor ja. jou dat is fucking vier jaar geleden of zo ja 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 ja, ja. ja. maar uh, nu is inderdaad het, het idee van, uh, van nog dichter bij mezelf te staan en ja. ik denk bijvoorbeeld met dat stuk van epilepsie dat op het moment dat ik het schreef en dat ik het veel bracht, dat dat eigenlijk ook nog altijd een beetje too close to home was. Waardoor dat ik het ja, ja. per se luchtig wou maken, omdat ik dan ja. anders dacht dat ik er te veel van ging afzien om het te spelen. En dat heb je nu niet meer? Nee, nee, nee. Nu heb ik echt het gevoel dat ik het alleen maar kan vertellen, omdat ik er echt, echt door ben. Ja, ja. ja. Um, Gaaf. Dus... Um, dat maar dat het stuk blijft goed. Hè? Ik vind dat een heel goed stuk en dat is ook een, dat epilepsie-stuk van je vorige show. Hè? Dat, maar dat is een goed stuk. Dat is ook een belangrijk stuk gebleken, want je krijgt daar je hebt daar heel veel reactie op gehad van mensen Absoluut. die epilepsie hadden en zei van Absoluut. iemand die het bespreekt. Dat heeft ook wel iets gedaan voor, voor, uh, voor mensen met epilepsie natuurlijk. Ja ja, dat is eigenlijk ook zelfs een beetje de naanzet geweest dat ik dan ambassadeur ben geworden ja. voor de epilepsie Liga. Ja. Dus. Um, de Want, epilepsie, -lia vond dat heel toen belangrijk. Toen zei men ook, uh, er zijn best veel mensen die dat hebben, maar niemand is daar zo openbaar uh, open over. Ja, ja. de statistieken zijn dat 1 op de 100 mensen epilepsie heeft. Nu, ja, dus ook in het medialandschap is precies. dat precies Nu, voor, de, voor het overgrote deel van die 1 op 100 is er een, tussen aanhalingstekens, gemakkelijke oplossing. Met medicatie dan. Ja. Ja. Epilepsie is eigenlijk doorgaans een redelijk goed te behandelen ziekte. Ja. Maar toch, puur statistisch, kan het bijna niet anders dat er nog uh, bekende koppen zijn die. Epilepsie hebben, alleen in alle eerlijkheid. Ik snap ook wel dat je in sommige contexten dan misschien niet zegt: ik keur het niet goed, maar nee. ik snap de reflex. Jawel, ik ook. Want je, je, als je mensen die er geen hol van kennen en mm -hmm. ik was daar een van, door jou ken ik een beetje ja, uh, van, dan denk je: oei, oei, is liability. Ja. Gaat hij wel zijn job kunnen doen? Ja, ja gaat precies. Hij die... Precies, precies. Er zijn precies. een hoop. Eh, jou, nu, jij bent het duidelijke voorbeeld dat het gaat. Dat het af en toe eens misgaat. Ja. Tuurlijk ja, gaat ja, het. Ja, maar dat ja, het ja. Iedereen is wel eens ziek op zijn ja, werk. Ja, ja, ja. Dus dat is, dat is voor iedereen zo. Maar, maar mensen die er geen hol van kennen. Die denken: ja, maar ja, als er dan een flash afgaat, ligt het dan te op. Waar ja, ja, zit dat ja, dan? Ja, ja. En ja, zo werkt het helemaal niet ja. uh, automatisch. Maar ik ben toch ergens. Um, allee, blij dat dat wel. Um, er is ongetwijfeld nog te weinig geweten over epilepsie. En ook te weinig omdat... Allez, het is toch heel courant, dus eigenlijk zou het ja, er ja. heel veel over moeten geweten zijn. Ja. Maar de bereidwilligheid van mensen is wel enorm groot. Ja, ja. Ik was gisteren bijvoorbeeld nog op dat, uh, die awardshow van Catnet. Ja, hey? de, de Gouden Kaas of hoe heette dat daar? Ja, ja, precies. En dan is de verzamelde pers natuurlijk aanwezig voor foto's te nemen. En dan... Um, als ik dat ene keer zeg van eh, jongens, even niet meer flits dan gaan die daar onmiddellijk mee. Dan, dus ja. die weten dat wel al. En die, ja. allee, dus, dus dat is zo. Ja, dat, daarom zijn die mensen betere mensen dan ik. Want ik zou dan juist <laughs> beginnen flitsen om te kijken wat er gebeurt. <laughs> dat is niet nee. waar. Ja. Dat is niet waar. Maar het is wel. Ik bedoel, het is. Uh, maar, maar, maar heb je het nu. Want hè, dat is weer uh, vallen en opstaan, dat hele ja. verhaal. Heb je het nu een beetje onder controle? Is het nu? Wel, het gaat inderdaad. constant komt in periodes. Maar. Nu moet ik eigenlijk hout vasthouden. Is het een heel goede periode op alle gebieden. Okay. Dus zowel uh, geestelijk uh, voel ik mij scherper en, en, en helderder dan, misschien, allee, dan, dan ooit. Misschien wel ja. bijna. Ja. En uh, het gaat heel goed met de epilepsie. Het gaat heel goed met de minuaire. Dus okay. dat is allemaal, uh, ik zeg niet dat ik er totaal geen last meer van heb, maar, maar allee, er zijn al veel, veel, veel ergere periodes geweest dan nu. Ja. Dus het gaat eigenlijk echt. Hoe op al die gebieden. Dat is blijven blij om dat te horen. Dat is een pak van ons. Ja, want het is, het is natuurlijk... Ja, hè, dat, is, dat is dan ook het nadeel... Dat, dat, je, dat je een beetje een publiek figuur bent. Dat ja. als het dan uh, wat moeilijker is of zo... Ja, dan weet ook echt iedereen dat. Dan staat dat in de boekjes. Mm -hmm. weet je? Als, jij, mm -hmm. als jij opgenomen wordt in, in een instelling... Ja, dan weten mensen dat. Terwijl andere ja. mensen doen dat gewoon lekker... In hun eigen ja, tijd, op hun eigen ja. manier. Uh, hoe, hoe, maar, hoe was dat voor jou? Ja, dat... Ja. Beginnen bij het begin, dus eigenlijk. Ik vond dat ik dat ergens moest doen. Niet alleen omdat om ik dan wat bekender ben, maar ook vooral omdat ik vond dat ik in een enorme. Uh, allee, binnen de miserie in een luxe positie zat. Daarmee ja. wil ik zeggen. Um, ik had ook de luxe om dat op dat moment in mijn leven te zeggen. Ja. zonder dat daar represailles aan gingen ja. vasthangen. Ja. Iemand die. Um, ik zeg nu maar zoiets, hè. ene uh, keer een epilepsieaanval heeft gehad. En ik keur het totaal niet goed, hè. maar ik snap de reflex. En die dan eigenlijk een verbod krijgt om te rijden voor mensen een jaar. Ja, ja. Ik snap dat je dat misschien niet zegt. Want de consequenties zijn zo vergaand, dat kan je een job kosten als ja, ja. je niet met een auto kunt. Ja, voor veel mensen klopt. is dat essentieel om te kunnen doen wat ze doen. Ja. Ik zit in een luxe positie dat ik uh, voor producties werk en net dan dat dat voor mij geregeld Rijfd wordt. Of word. dat mm. ik eigenlijk zelf de financiële mogelijkheden heb om het in het slechtste geval zelf te regelen. Wat ja, ja. dat betreft zit ik in een luxe positie. Klopt. Ook, uh, het feit dat ik dan hey, mij liet opnemen in de psychiatrie, dat ik daar eerlijk kon over communiceren, uh, hoe komt dat? Omdat, zowel in mijn persoonlijke, maar ook in mijn professionele omgeving, dat ik eigenlijk al erop rekenen dat daar het begrip voor ging zijn. En dat ja, is ook gebleken. Dat, ook ja, ja. dat is ook gebleken. Er is geen ene vriend van mij die daar raar op heeft gereageerd. Nee. Professioneel heb ik, heb ik alleen maar ondersteuning gekregen. Klopt. Ook van VTM uit, die mensen zijn meer dan correct geweest. Er ja. is mij niets ja. gevraagd. 0,0. Een jaar lang, terwijl ik onder contract stond, is er eigenlijk niemand geweest die zei: van ja, maar Jens, we vinden toch dit of dat of dat. 0,0. Nee. Alleen heb je, maar heb je het gevoel dat je door dat VTM dat zo goed deed, hè? dus dat je professionele omkadering zo goed deed. Ik heb soms het gevoel dat nu je schade aan het inhalen bent. Dat je ook naar hun genegen bent en naar. Maar naar het publiek ook. Wat je, je doet. Diverse tv-programma's. Je bent ja, ja. een boek aan het schrijven. Je bent uh, 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 comedy terug aan het doen. Je bent veel tegelijk aan het doen, man. Ja, ik ben veel tegelijk aan het doen. Maar het. Um, wel. Ik ben, en dat is inderdaad ook zo. Ik, ik ben uh, VTM ook genegen, natuurlijk. Dus ja. wat dat is wat dat ook. Allee, eender welke relatie. Uiteindelijk ja. gebeurt. You scratch my back. I scratch yours. Hey. Voilà, ja. um, het feit dat die zo voor mij hebben gezorgd. Ja, dat wil ik het nu mee ook wel echt inzetten. om... Ja. Uh, om Alleen om veel projecten te doen voor hen. En, um, ja. Maar het, het, uh, het fantastische is dat het mij nu heel veel. Uh... Ja, plezier doe om met dingen bezig te zijn. En ja. het begin dat ik begon met dat boek, toen, toen ging het eigenlijk nog altijd slecht met mij, was dat echt een strijd. Ik moest echt. Ja. Oh, dat, dat, was... dat was voor jou ook een manier om terug bezig te zijn. Ja, hè? maar en dat was eerder, super eerder moeilijk. Dan, uh, ja. Als ik uren echt, echt tegen mijn hoesting eigenlijk achter mijn computer zat en ik had dan aan het einde van een dag, nog arme 200, 300 woordjes geschreven, ja. dan, dan, dan was, het al, was het al een succes. Ja. En, en nu gaat dat zoveel vlotter en, en het feit dat je daar zo progressie in maakt is, is, uh, is zo leuk om te voelen. En ook nu terug met comedy. Comedy was nu nog... Hè, want ik ben al een tijdje terug stevig bezig met televisieprogramma's maken. Ja, ja. Maar um, comedy was voor mij zo nog het laatste... Ja, eigenlijk was het boek het eerste ding wat je gepakt heb, ja, hebt ja, en dan ja. de tv. En ja. eigenlijk is comedy het laatste. Ja, ja, dat is natuurlijk ja. ook... Daar heb je zoveel van je talenten tegelijk voor nodig. Ja, ja maar het was ook vooral... Um, voor mij voelde dat alsof dat dat... Uh, de laatste strogaan was, en vooral ook, de, de core ja. van het spel. Ja, ja. Want ik had dan, en, en dat was een beetje... Zo voelde ik dat aan, een paar maanden geleden nog, toen ik alweer echt, me echt heel hoef voelde, en dat ik, um, dat, dat, dat ik heel veel met televisie bezig was, en met, met dat boek en dit en dat, ja. um, voelde ik wel van, ja, maar ik ben eigenlijk een comedian die op zich... Nu, op dit moment, geen comedie meer is. Ja. Dus de dingen die ooit als bonus van dat stand-up gegeven zijn voortgevloeid, ja. Ja. ben ik nu niet meer aan... hey, ben Ik ben het nu nog aan het doen, dus de, de ja, bonus ben ik nog tevoren. aan het doen. Ja, ja maar, maar mijn, mijn core eigenlijk niet. En um, dus dat, ook daarom zat er daar een soort, een soort stress in. En toen uh, kreeg ik dus de kans uh, van Xander om, om dus zijn voorprogramma te doen. En het interessante daaraan was dat, dat dat was de week tussen Kerst en Nieuwjaar. Ja. Vier dagen op rij, twee shows per dag. Ja. En, ja een pressure cooker uh, van een ja, moment. Precies. Ja, precies. En ik had dan ook gezegd van, kijk, ik ga op hotel er vlakbij en ik hou mij alleen maar bezig met die comedy. Dus overdag schrijf ik. Ja het perform ik, wissel ik, dit en dat. Ja, ja. de Volgende dag luister ik naar mijn audio-opnames, begin ik weer te schrijven, aan te passen, blablabla. Bla, bla, bla. Ja, maar twee shows op de dag, net als vandaag ook. Dat is ja. verschrikkelijk leerrijk, hè? Dat is... Ja, 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 ja. ja. ja dus... Allo, vooral de dagen die er tussen... Want soms had ik ook het gevoel dat um, de, 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 de pauze te kort was om nog echt heel veel te veranderen. Ah, okay. Alleen maar zo de, de echte dingen die echt niet marcheerden, of dit en dat, ja. daar heb je de tijd om dat eruit te halen. Maar je moet ook wel echt aan je... Ik toch, ja, ja. in mijn bureau ja. kunnen zitten. En dat, uh, ja, jij bent ook echt... Uh, hoe het allemaal in zijn kop, maar jij bent meer ja, een schrijver schrijver. Dat is waanzin. He? Daar hebben ja. we echt. We hebben echt nou naar ja, elkaar gekeken van, ja, ik snap niet hoe, hoe hij dat je dat doet. Dat is Dus Xander uh, ja, kwam daartoe met een show dat hij nog nooit eerder had gespeeld. Ja, je enfin, wel, enige keer in de Joker, in, in, in maar dat Joker. Was, he, letterlijk de dag ervoor. hè? Dus die, ja. zo van, ah ja, ik heb het in de Joker gespeeld, dan heb ik even een weekje om eraan te werken en dan gaat nee, ja. nee, nee. En die eerste in de Joker. Ja, dat was al een blauwdruk bijna van wat er letterlijk geworden is. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ik heb ja, ja. De, de definitieve opname ja, ja. nog niet gezien. Maar <kijkt> ja, ja. daar dat, 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 dat dat zat weinig vet aan. Dat ja, was al eigenlijk al gelijk goed. Dus die komt dan op met een boekje met uh, een kernhoort of 15. Maar dat hij niet naar kijkt. Nou, niet eens, naar nee, kijkt. klopt. Uh, terwijl ik schrijf alles uit tot op de ja. letters tot op de dingen. Dus iedere dag heb ik een nieuwe versie, een heel nieuwe versie, met nieuwe uh, dingen in het vet, nieuwe dingen gearseerd. Ja, ja, ja. Echt super analytisch. Een paar hoortjes eruit. Andere formulaties. Tussen naast mijn act houdt, zodat ik die moest spelen. Het is super analytisch. En ja, Xander zat er ook naar te kijken. Gelijk, kippen naar ton weer. <laughs> zo van what the fuck? Ben jij niet weer aan het doen? Ja, maar dat is gewoon de werkwijze. Maar dat ja, was super leuk ja, om ja, elkaars proces om te zien. Te zien. En daar op zich geen hol van te snappen. Nee. En toch weten dat je met ja, dezelfde craft bezig bent. Tuurlijk, dat is songwriting of, of, of boekjes. Ja, ja. Iedereen schrijft, o, je doet het op een andere manier. En bij comedy is dat ongelooflijk. Nu is zijn vorm wel ook... Wat jij doet is iets couranter dan wat hij doet, volgens mij. Ja. Uh, uh, dat is wat ook... Uh, als die inderdaad zoals hier nu uh, uh, een vooravondshow en een later-ouw-show speelt... Dan past hij zijn shit ook aan in zijn kop. Dan moet hij niet nog schrijven. Heel ja, 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 veel ja, ja, mensen doen ja, ja. dan gewoon twee keer hetzelfde. En dan daarna. bij hem worden er tussen die twee shows al, al aanpassingen gedaan. En dat, ja, dat kan niet zoveel volk. Dat vind ik heel straf voor ja. doet. Ja, ja. Maar. Ik denk ook wel, maar dat kan een totaal verkeerde analyse zijn, hè? dat, da dat da die manier van werken aan dat proces, dat dat een beetje een generatieding is. Want als ik kijk naar bijvoorbeeld uh, Jeroen Verdik, uh, Vincent Voeten, ik denk ook Jasper Posson, maar ook zelfs Lucas Lely, uh, dat die heel veel uitschrijven, ja. ik, ik dan ook, ja, heel klopt. veel uitschrijven, terwijl dat Alex doet dat niet, Xander ja, doet dat niet, nee. uh, Heubels Wou weet ik eigenlijk Wou niet. Wouter wel, Wouter wel, Wouter wel, Wouter, Wouter wel. Wouter wel. Um, dus die wel alles. Ik denk dat Alex eigenlijk een van de weinigen is die dat ook niet doet. Ah ja, okay. maar, maar zo snel schakelen als waar Xander doet, dat doet ze volgens mij zelfs Alex niet. Nou nee, ja, dat is Tussen twee shows. Straf. Tussen, een uur later en dan echt dingen helemaal veranderen en dit en dat. Want dat, doet, ja, dat, je, dat, is, dat is een geestelijke. Ja, dat is echt straf. Maar jij op jouw manier hebt dan inderdaad acht keer uh, gespeeld. Ja, dat ja. is wel. Uh, dan weet je wel gelijk of het op de lijn of het pakt. Hè? Of het ja, gaat. Ja, 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 ja. En um, natuurlijk moet er nog, nog altijd heel veel aan geschaafd worden. Dat is nog maar een pril bij hen. Maar je voelt wel dat de bits aan zich echt wel wat kunnen worden. Ja. Dat, uh, ja. allee, dat er wat in zit. Je voelt dat, uh, dat mensen zoiets hebben van, uh, yeah, dat is wel close to home voor u. Dat, ja. is, dat is echt, dat is hier niet. Uh, ja, ja, ja. Het is, het is, het is heel close ja. to home. Het, is het ook zo door de reacties en de manier waarop mensen met dat epilepsie-stuk omgingen van die vorige show, dat je met een gerust hart eigenlijk nu dit kunt vertellen? Ja, enerzijds, maar eigenlijk vooral als ik eerlijk ben, ook gewoon het gevoel van in een luxe positie te zitten. Ja. Het gevoel van uh, mensen kennen mij nu, ik heb al dingen gecommuniceerd daarover, ik ja. uh, moet mij nu niet meer. Uh, Los van bewijzen ook heel erg profileren als, als de, de knullige, domme, dikke West-Vlaming. Dat ben ik natuurlijk ook wel voor een deel. Maar dat was wel een groteske uitvergroting. je niet mijn dikke genoeg vind ik. Dat was wel een groteske uitvergroting dat ik in mijn eerste show heel erg heb ja. doorgevoerd. Ja. Um, en wat dat ook op dat moment wel een beetje. Um, wat dat hoe is. dat is... Daar is maar dat personage heb je ook in de TV afgebouwd, hè? Ja, 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 je, de, de. ja. Ja, ja, ja. Want ja, een van je beste looks is de. Ik snap het al, beliebig zo goed. Ja, dat ja, klopt, klopt. Je die, je sta, ja, ja. Je ja, ja, signature ja, ja. looks. Ja, 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 klopt. En die zit er minder en minder in, hè? Ja, ja, ja. Ook in de TV-personage, ja. ja, ja. En dat was ook omdat ik vroeger precies in mijn hoofd moeite had met de spreidstand dat ik soms deed. Dus dan zat ik in, laten we zeggen. Hey, hoe zal ik het zeggen bijvoorbeeld? Dat het, eerste televisiepro... het eerste televisieprogramma waar ik echt een heel groot aandeel in had als ja. presentator. Ja. Um, Oké, okay, dat had ook wel veel kennis in die ontroerend waren, maar dat had ook wel nog een serieuze comedypoot. Ja, ja. Hey, dat dat, dat echt een. Uh... Maar dan ben ik ook dingen beginnen te doen die eigenlijk zelfs. Niet rechtstreeks meer een raakvlak hadden met comedy. Nee. En in het begin had ik daar moeilijk mee. Allee, of, of dacht ik van: allee, ja, ...het moet toch waken over het feit dat, dat ik het nog altijd juiste publiek naar, naar mijn zalen trek. Of, of waar ik, ik ook eigenlijk mee zat, als ik eerlijk ben, was zo van: uh, ja, hoe gaan andere comedians nu naar mij kijken? Ja, ja, eigenlijk. Ja, he, eigenlijk fuck. Ik heb alleen. This ja, oké, okay, maar allee, ik heb nog nooit van een andere comedian ook maar enigszins een slechte allee, kritiek daarover gehad of dit en dat. Ik ben super content dat onze sector, allee, zo voel ik het toch aan, hè, in Vlaanderen, dat daar 0,0 ellebogenwerk bij komt kijken. Ik heb dat nog nooit zo gevoeld. Nee, nee. Wel in tegendeel. Um, nee, iedereen groeit eigenlijk, iedereen Ja, dat, is echt nu, zot. dat gaat nog veranderen. Ik bedoel, hoe meer comedians er komen en hoe overpopulatie, overpopulatie er komt, ja. hoe meer dat gaat zijn, ben ik bang. Ja, en dan krijg ja, je van die Hollandse ja. toestanden, omdat er gewoon maar... Er zijn vijf plekken en we zijn bij twintig. Weet je wel? En dan, ja. en dan gaat dat misschien gebeuren. Hmm. En het is, het is ook wel zo dat, dat, dat jij je redelijk snel bij de, bij de A-ploeg... Uh, ja. Ik denk dat in de B-ploeg zit iedereen al te kijken van... Oh, oh, wie wordt de volgende A? Snap je? Ja. Dus, dus ja, maar ja. of er dan ellebogenwerk gebeurt, daar heb ik nog niet zoveel gezien. Ja. Of maar van, dat ik, dat ik, gaat ik heb, komen, ik wel ja, Ik heb dat nooit, van. nooit, nooit ervaren. Maar nee. ik kan alleen maar zeggen dat bijvoorbeeld... Allee, dus nu... Um, dit jaar ga ik uiteraard veel try En later dit jaar ga ik ook... Um, een uh, soort dubbelbeeld doen op, op kleine plekken ja. samen met Henk Rijkaard. Ja. En uh, ja, dat is ook weer zo'n symbolisch ding. Want um, goh, al denk drie shows van Henk geleden was ik net begonnen en mocht ik ook zijn voorprogramma's doen ja, ja. in de schraalste koten van heel Vlaanderen. Yes. De meest aftansen jeugdhuizen de, ja. de, met de, met de vuilste backstages. En uh, dat, was, dat was fucking heerlijk. Ja. En nu zijn we bijna tien jaar later. En uh, gaan we dat gewoon opnieuw doen? Dat twee, en, ja. en, dat is, uh, en dat is nog altijd een, een, een supergoeie kameraad die met die, die die alles. Allee, snap snapte Dat is ja, zo, ja, sowieso, dat, ja, zo, ja, ja. dat is zo cool dat je weet van. En ik, onlangs had ik, had ik mij dat zitten bedenken en ik had ik tegen Xander ook gezegd: van... ook al zijn veel comedians een beetje jonger dan mij of vaak nog een pak ouder, ja. zelfs niet van dezelfde generatie, toch voelt dat voor mij soms alsof dat, dat je een soort gedeelde jeugd hebt gehad. En dat is gewoon omdat je weet van, ja, die gasten zijn er ook al allemaal lang mee bezig, hebben dit al jaren heel toegewijd gedaan hebben die er een Klopt. hyperfocus van gemaakt. Ja. hebben alle schrale koten in Vlaanderen gezien. Ja. hebben al die vuile backstages gedaan. Zijn op een bek geweest, hebben de zaal, hebben gesurft op de lach. Die hebben dat allemaal meegemaakt. ...dus is voelt een soort ja. van ja, en ja, ik denk en dat en heel veel van die mensen zeker de Alexen en de Thomas Smits en ook de Nigels... en zo ja, ja, die ja, de, ja. nog iets ouderen... Ja, die hebben dat ontgonnen. Die zijn ja, op die ja, plekken ja, geweest ja, toen ja, dat ja, nog ja. niet bestond. Ja, ja, en ja en absoluut daar en, 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 en iedereen uh, en, en iedereen maakt nu die kilometers. En zij maakten die kilometers voor de eerste keer. En ja, hebben ja, daar ja, gewoon ja, die plekken ja, 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 ja. mee opgezet. Ja, ja, mensen als Nigel. Uh, ja. Nigel ken ik niet hoe persoonlijk. Uh, maar maar Raph en ontmoet. Nigel, dat is boys. Ik, ja, maar die gasten, dat was letterlijk gewoon met zo'n klein versterker in de en een micro in een andere en dan gewoon uh, een deur van een café openstapt. en zeggen, boys, hoe wij hier uh, <laughs> We gaan acht wat minuten uh, wat ja. kleuren vertellen? Ja, Thomas heeft dat letterlijk gedaan. Oh, ja, onwaarschijnlijk, ja, ja, onwaarschijnlijk. Daar heb ik het lef niet voor, no way. Nee, maar dat hoeft nee. u ook niet meer. Ja, ik weet het. Wel, maar dankzij die gasten zijn er plekken gekomen. Ja. En dankzij gasten als Alex en Heup. die hebben comedy in, in een decennium, in Vlaanderen dan, in een decennium, hebben die dat van, van ja, schurftige cafés ja. opengetrokken. Naar, naar de grootste zalen. Naar de allergrootste zalen ja. die we hebben. En een professionalisering. Maar dat is het gevolg eigenlijk van, van die Charles. ja Want ja, hoe professionaliseren in een sector... ...ja, op het moment dat er veel geld in komt, hè. Ja, sowieso. Ja, punt, punt. we ja. moeten dat niet verder zoeken dan dat. Dat is gewoon zo. En dan moet, dan moet het ook geprofessionaliseerd... ...anders dan je ja. de, dan wordt er gewoon gebruik van je gemaakt... ...want dan gaat iedereen verdienen ja, 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 behalve jij. Ja, ja. wat zo werkt ja. daar helemaal. Maar ik vind dat soms fascinerend... ...omdat mensen snappen niet zo goed... ...allee, soms... Uh, ...wat dat de verdienste van die gasten is. Nee, nee. Ja, ja. alleen we moeten dan een keer inbeelden... Dat, ...dus ik denk dat Alex de allereerste... Uh, comedian was, die dus echt zo arena shows ja, deed sportpaleis, bij ons. Ja, Sportpaleis, ja natuurlijk. Maar okay, dat, dat wordt zo snel gezegd: de allereerste comedian om dat ooit te doen. Maar hij staat dat niet bij stellen. Stel u voor dat je de allereerste artiest bent, ooit binnen je genre, binnen het totaal ja, genre, ja, ja. om een zo'n zaal uit te verkopen. En om nu, dan naar levels te dat, trekken. Natuurlijk, het, we hebben het al vaker over gehad. En nu is dat zo van ja, hij deed dat toen. Maar toen was dat echt een risico hoor. Toen wist het niet, niet op voorhand dat gaat vol zitten, nee, nee, wisten die ja, niet. Ja, ja, ja. En dan is dat echt een, echt een grote stap geweest. voor, voor Alex. Maar ook voor comedy in België, ja, natuurlijk. Ja, ja. En je maakt er dan uh, decors dat je nergens anders kunt nee, zetten. Nee, die die kunnen niet daar en daar niet meer. En, en, en dat, alleen, ik bedoel... Uh, allez, enfin, op alle is mogelijk... dat een ambitie van jou om zo'n zaal uit te doen? Nee, niet per se. Ah, nee. nee? Nee, omdat um, wat de Alex enorm goed kan... En ik vind dat super fascinerend als ik daar naar ga kijken. Ja. Want ik zie dat wel graag, maar ik kan dat niet. Uh, uh, Alex bijvoorbeeld in het Sportpaleis of, of zelfs Xander in de Lotto nu geweest. Wat die heel goed kunnen is... Uh, geen rekening houden met um, de, de echo van de lach en van het rumoer in de zaal. Dan ja. kan ik het niet, ik kan daar niet op schakelen. Nee, nee, ja, ja. Dus een Alex kan daar gewoon doorspelen. Los doorspelen. Hey, want tegen dat de lach, tegen dat alles is doorgekomen naar helemaal het einde van de zaal en, een en dat die de lach weer kaatst is naar nou van voor, ja. zit hij eigenlijk al drie seconden verder. Ja. En ik, ik flip daar volledig op. Dus de paar keer dat ik in grote zalen heb gestaan, dan, dan allee, voor, voor gewoon line-ups dan, dan... Heb je Cursaal uh, gedaan? Ja, Cursaal, maar we zo bijvoorbeeld dat al, dat ook ja, Maar dat is dan nog een, een theaterzaal Met vaste zitten en dit en ja, dat ja, 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 Zitjes ja, ja, ja. en dit en dat Maar bijvoorbeeld dan zo in West-Vlaanderen Zijn er zo van die grote line-up comedy nachten Zo in, in expohallen ja, 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 ja. Grote plafonds, betonnen vloeren Alles klettert daar, ook tafels Dus die mensen zitten super ver weg Oké, okay, er zitten dan maar 3000 man Maar die zitten wel super ver, omdat dat met tafels is en, ja, dat ja, ja, ja. En, dat. en dat klettert dan naartoe En ik, ik speel daar gewoon niet zo goed. Allee, dat was nu ook wel een paar jaar terug. Maar dat is, op zich is dat ook weer een, een skill. Ja. Um, ja. En die gasten kunnen dat. Maar ook, ja, ik... Um, ja, nee, dat is, ik, ik wil gewoon vooral uh, grote mooie zalen. Ja, maar maar wel, wel theaterzalen. Liefst wel, ja. ja. Snap ik. Ja, ja, Hé, hey, ja. uh, is er een... Uh, uh, je bent nu aan het try -outen. Is er al uh, een titel en een première-datum en dat soort een, dingen? Um, een... Uh, het titel, de werkt, er is een werktitel. Ja. De werktitel is. Uh, het uh, zou grappig zijn als die zo triestig was. Dat en dat tekt voorlopig. Ja. Eigenlijk ook wel een beetje dat heel erg de lading. Ja, absoluut. Dus ik denk meer en meer dat de kans groot is dat het uiteindelijk ook die gaat worden. Een mooie um, titel. Het enige ding is dat dan wel weer heel lang is en dat dat dan commercieel. Maar ja, alhoewel. Ja. Um, ja, een titel van Allee, een paar woorden is eigenlijk. Het, beter. Ik vind het ook ja. zonde als dan. Dat is dan een goede titel, maar als iedereen ernaar verwijst als ja, de tweede show of de nieuwe show van Jens en Donker, schiet het ook een beetje zijn doel ja, voorbij. Het gaat de tweede show heten, ja. ja, ja. De, de, dus ja, of wat, we moeten er op zich ook niet zo van wakker ja. liggen. Maar... Nu, het is natuurlijk wel, aan de andere kant... He, uh, je heet Den Donker. Het is ook letterlijk donker materiaal. Daar zit ik ja, ja, wel ja, weer. Ik ben ja, wel ja. van de woordspeling wat dat betreft. Ja, ja, ja. ja dus ja. dat zou nog kunnen. Maar, ja, ja. Ja. Ja, ja. maar dat was origineel het plan. dus Normaal ging we ja. in een tweede show. Maar dat was dan uh, voor corona. Uh, die zou. Uh, voor de Donker Thuis. Just, en dan misschien de derde hadden we ook al een titel voor. Ja, hè, die, had, die had jij Wacht ook hè, gedacht. Richting uh, Den Donker of zoiets? Ja zoiets, zoiets? ja, zoiets. We gingen eigenlijk een drie leuk maken met ja, toespelingen op met de donker. donker. Maar toen. Uh, toen, nee, maar alles is veranderd uh, nu. Alles was voor Corona en dan ben ik zo, zo lang slecht geweest, ben ja. ik zo lang stilgelegen. want dat was het natuurlijk ook hetgeen geheim mij. Ja, ik bedoel, ik ben, niet alleen, was het zeer, zeer goed. Het is voor mij ook een opluchting dat je er terug staat. Hè? Ja, want, ja, 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 want er ja. waren momenten, was dat voor jou ook, dat ik daar wel aan twijfelde? Of, het, of, of ja, 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 wanneer je terug op het podium kon staan? Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. En, en, en los van wat er met mij aan de hand was, ja, creëerde ook een angst. Uh, um, allee, er was een punt, heel lang, allee, vrij vroeg, omdat ik heel veel heb gespeeld, heel snel. Ja. Uh, omdat ik, ik zei in het begin gewoon op alles ja, hè. Um, ja, zoals iedereen. Ja. Zoals iedereen, allee, uh, als ik naar, naar Nijmegen moest voor 10 minuten uh, zeker weten. Uh, als ik de dag daarna in, in Middelkerken moest staan voor acht minuten in een spiegeltent voor, voor zes man, dan, dan deed ik dat zeker ook. Allee, dus ja, ik heb en die heel kilometers heb je ook nodig op dat moment. Maar ik heb ook het geluk gehad dat ik snel heb kunnen ja. doorgroeien naar ja. goede line-ups en goede zalen en ja. dit en dat. En dan die, die eerste show van mij, omdat ik dan ook al op televisie kwam, is die heel erg goed opgepikt geweest. Ja. Um, dat eerste seizoen was, was een goede Tour. Dat tweede seizoen, allee, dat tweede jaar en dan nog het, het deel in Nederland erbij was zeer goed. Ja. Dan denk ik denk die show. Denk ik bijna, mijn Nederland erbij, 180 keer heb gespeeld of wow, zoiets. Ja, ja. Um, uh, dus ik heb heel veel kunnen spelen en um op een gegeven moment had ik ook echt nul, nul, nul stress meer. Dat zat nee. zo in mijn systeem. Ja. Ik deed dat vier, vijf keer in de week. Dat was echt mijn hyperfocus. Ik had daar nul stress meer ja. voor. Dat materiaal was ook al lang gerouleerd, weet je wel. Dus ik ja. moest er voor mezelf, dat was voor mij de kunst, om er, om er zo nieuwe dingen in te stellen. Of gewoon puur zelfs. Ik vond leuk deed. te houden. Ja. Wel, om mij, om, niet per se leuk, want leuk vond ik het altijd. Maar om mij on my toes te houden. Ja, ja. Soms uh, verander ik niets, maar verander ik gewoon de gewone volgorde. Dat ik ja. gewoon dingen had om over na te denken. Dat ik actief mij dwong om in die show te blijven. Ja, dan je niet, Zonder dat in je hoofd, in hoofd oud stroomt en zegt, wat ga ik morgen eten? Ja, zo? exact. Ja. Want ja. dat heb ik op een gegeven moment echt wel gehad. Ja, ja, ja. 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 Dat ik echt maar andere dingen schellen. bezig was in mijn hoofd. Dat ik gewoon aan het... Omdat die, zelfs die act en al dat een zat soort zo... Een soort motor... Een soort, hoe zeg je dat? Uh, ja. Muscle memory van je ja, mond. Ja, ja, ja. ja, ja. Die ja, ja. vertelt gewoon. En jij bent eigenlijk al... Ja, ja, ja. Wat ja. ga ik... Ik heb ze ja. in de pizza. Zo, ja, 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 ja. Maar goed, dat, dus, je, je, je hield het voor jezelf spannend. En er was een soort rust in het spel. En toen. En toen, um, en, um, en, en toen um, vond ik dat eigenlijk een beetje jammer. Want uh, met, het, met, met het besef dat dat echt een automatisme was. En dat, en dat ik daar niet meer nerveus van was. merkte ik ook van gelijktijdig was um, het goede gevoel nadien ook. Weg. Ah, ja. Vroeger kon ik van een podium komen het was heel goed gegaan, en dan kon ik daar een paar uur van zweven. Dat was in een avond een beetje high. Ja. En dat was ik ook totaal kwijt. Ik stapte van het podium, zelfs van een goede show. En ik stapte van het podium. En drie minuten later was dat echt compleet, compleet, compleet weg. Ja, dat is spijtig. Hè? En, en dat vond ik wel heel jammer. Dat zou ik me voorstellen. Ja. Dat je, dat je die, uh, ja, er is, maar ik denk dat er ook. Maar dat is hetzelfde... natuurlijk ook. Ja, ja. He, ik ja, denk no, dat dat exact hetzelfde is meer, als, ja. als lopers die een runners' high ervaren. Ja, ja, ja. En het begin je dan na twintig minuten lopen. En als je dat jaren doet, ja, dan moet je bijna een anderhalve marathon lopen. Voordat je dat nog een keer, ja. nog een keer voelt. Um, maar de fout dat ik wel niet meer ga maken is om, um, om, om, iets, om iets echt kapot te spelen. Nee, ja. Dus ik ga nu ook een tournee doen. Dus ik ga, dat, ik ga, ik ga wel uitvoerig tryouten. Ja. Maar dan wil ik wel een tournee doen die eindig is, ja. He, want bang van een donker werd, maar eindeloos en eindeloos en eindeloos bijgeboekt. Als er vraag werd, was er ja. aanbod. En ik, Zo, ja, ja. ja, precies. En ik voelde eigenlijk op het einde van: ik ben dat eigenlijk, persoonlijk ben ik dat eigenlijk al voorbij. Ja. Maar ja, ik durfde dan ook niet totaal nieuw, maar af en toe stak ik er wel eens een nieuw stukje in. Ja. Maar ik durfde dat ook niet te veel wijzigen. Want ja, veel van die programmatoren waren komen kijken, hadden de show gezien, hadden die, die, show besteld. die show geboekt. Ja, ja dan moesten niet. Nee. Ze hebben niet gevraagd: van kom een keer 70 minuten, comedy doen. Nee, nee ze hebben bang van een donker geboekt. Ja. Ja. Dus ik vond ook dat ik daar niet te veel mee kon prutsen. Maar dus dat, dat wil ik wel niet. Ik wil nu wel gewoon. Uh, een tournee doen die, die allez, perfect geboekt staat. Uh, dat zal dan anderhalf seizoen zijn of zoiets ja, denk ik. Ja, ja, zoals. Um, ja. En klaar. En dan gedaan. En, en, dan dan weer... en dan weer het volgende. En dan weer het volgende project. Ja. ja. En, en heb, je, heb je al een première-datum vast liggen ja. of in wel, hand, Nog of... niet vastleggen maar uh, er is wel een plan en uh, het idee is om in januari 24 in première te gaan. Oké. Okay. En een paar dagen na één neer te strijken in uh, cultuurtempel Maupertuis in mijn geboortedorpje. Ah ja. Daar waar ik een van de allereerste aller shows van mijn leven heb gespeeld. Ja, ja. Heb je daar niet zo een uur gespeeld of zo? Ja, of ja, ja. ja. Zo een uur gespeeld. of zoiets? Ja, ja. Een raar verhaal voor een ja. andere keer, maar ja. uh, heb ik ook al verteld. Maar uh, ja uh, en daar gaan we dus naar terug. En de allereerste avond dat ik daar speel, wil ik eigenlijk. dat is, allee, dat is nu de ambitie. Uh, ik zal zien of dat haalbaar is. Maar om alle. Mensen die er toen, die de allereerste avond bij waren. Dus waren op dat moment bijna alle mensen die ik dan kende. Ja, ja, ja. Ja, dat, was, dat was 200 man, dat waren mij, maten, uh, familie. Die um, 200 ouders van mijn, van mijn oude, uh, Vrienden van mijn ouders, alleen ja. dat was zo uh, leerkrachten van mij in het lagere schooltje. Dus ja, 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 ja. Gewoon iedereen dat ik dat op dat moment kende, was daar. Mijn giro-leiders, uh, alles. Uh, ja, ja, ja. ja. En om dus eigenlijk een soort van lijst te maken, navraag te doen van. Uh, want heel veel van die mensen kennen het nog, zie ik nog af en toe. Ja. Um, zelfs mijn ouders zie ik het nog af en toe. Ah en, ja. Um, ja. Leuk. En uh, om dus eigenlijk gewoon een lijst te maken van: oké, okay, wie was er daar nu? En die persoonlijk uit te nodigen voor de echte, echte allez, avant-première dan zo. Ja, zo ja, 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 ja. Dus ik mag daar niet komen. Um, voor een paar mensen die van relevant zijn geweest voor de carrière, wil ik een uitzondering maken. En dat zijn er eigenlijk maar drie. Nee, nee, maar nee. Ik, kan het, ik kan het nu gewoon exclusief doen kloppen. Oh, voor ik u. ben nummer nee, nee. vier! Nee, 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 nee. nee. Dus, uh, nee, nee maar um, ja, uiteraard aangevuld met een paar mensen. Ja, want ja, um, iedereen gaat er natuurlijk kunnen zijn. Ja, ja precies. Whatever, maar, precies, precies. Maar, maar, dat is wel een hele, leuke, hele ja, leuk idee. Dat is de ambitie. Ja, dat is gaaf. Dat is gaaf. Ja. En dat is januari 24, dus dat ja, en nu, is dan uh, net iets langer dan tien jaar geleden dat ik daar dan voor de allereerste keer stond. Ah, ja. Dus dat is wel een mooi soort. Allee, zijn ja, uh, ja. tien jaar tijd is. Maar wanneer, 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 wanneer was de datum van je allereerste optreden? Uh, als ik het goed voor heb, was dat 9 november van uh, 2013. Ah ja, ja oké, okay, ja, dat is wel ja. gelijk weer twee maanden eerder. Dus wat, wat die ja. datum, dat, dat ging dan niet of zo? Uh, nee, 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 dat ging al niet meer voor die zaal. Ah, uh, dat, 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 dat oh, dat, dat oh, spijtig. En ja. ook waarschijnlijk dat hij dan ook weer al vol een bak in opnames voor een ding. Dus ook, alleen, okay, ja, ja. Dus dat, dat ging gewoon niet agendamatig. Um, dus. Uh, ja, van. Voilà. Super. Ja. ja, goed. Dat is gaaf, man. Ja, letterlijk die ja. jaar. 10 jaar op podium. Het lijkt, allemaal, het lijkt nog zo kort. Ja, ja, maar ja. Maar er zitten ja, ja. natuurlijk twee jaar. Er zitten ook twee jaar corona tussen. Er zit nog een jaar. Uh, ik bedoel, er zit. Ja, ja, ja. Er is een soort pauzeknop ja. geweest. Hè? Ja, ja. ja, ja. Maar daarna, en dat is wel de luxe van. van ook televisie te doen nu. Eh. Um, uh, Allee, nu voel ik dat ik heel veel hoesting heb om weer de show te maken, dat te schrijven dat te, dat te brengen. Ja. Dus ik had er heel veel zin in. Maar, um, maar uh, nadien, dus als die een tournee dan afgelopen is, ga ik mij ook niet al vastpinnen op voorhand op weer nee. een timing voor, nee, mijn, nee. voor dan een derde N show. Niet de volgende show alweer gelijk verkopen. Nee, 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 nee. Dan ga ik gewoon denken: van oké, okay, bon, zit er weer iets klaar? Ik weer hoesting, ik weer. Uh, en Weet dan je wat de Gröbels ook gedaan heeft? Heb nu. ik weer iets te vertellen? Ja. ja. Dat je gewoon in je, op ja. je eigen tempo. Ja. Niet op het theatertempo, maar op je eigen tempo. Ja, precies. ja. ja en ik snap dat. Alleen, ik weet dat dat, dat, dat een, een luxe ding is. Hè. Dat, dat, ja. dat andere comedians dat misschien niet, niet kunnen. Maar, maar ik heb nu op dit moment die luxe. Binnen vijf jaar kan er ook weer anders zijn. Dus ik ga dat wel zo doen, denk ik. Ja. Heb, je, heb je geen schrik dat het uh, publiek wat te veel tv. Publiek, ik bedoel, door de Maas zingen, waar ook heel veel ja, kinderen. Ja, ja, he, ja, ja, het gouden kaas voor de. Voor de Maask zinger. Ja. ja, dat is dus ook een beetje kinderpubliek. Zeker. Heb je geen schrik dat er kinderen in de zaal gaan zitten? Of ga je dat.? Uh... Dan ga ik actief proberen te vermijden uh, in de ja. promo en in uh, ja. op de poster en zo. Ja. En, um, ja, maar ja, goed. Verder, meer dan dat kan ik ook niet. Allee, nee. je, kunt, je kunt niet uh, de dus je post aan de deuren zetten die, die, die kinderen eruit flikkeren. Identiteitskaarten te, uh, dat vraagt. Ja, dat gaan jullie niet. Is waar, dat is waar. Dus ze kunnen het ook alleen maar, maar aankondigen. Maar ook sowieso, ja, dat is, dat is een rare. Ik vind dat altijd een beetje bizar als ik zo echt, echt kindjes zie zitten. Ik heb het niet over zo 13, 14 jaar nee, nee, totaal, nee, nee. maar echt kindjes. die zitten hè? Ja. Zoals die zitten op een comedy-voorstelling, dan denk ik: maar hoe kunnen dat nu een goed idee vinden? Dan weten ze echt niet wat dat comedy is. Nee, en dan maar hebben ze echt jou echt ook niet verder gegoogeld dan ja. jouw doortocht in de maas zinger of zo. Ja, dan hebben ze niet ja, gekeken, ja, ja. wat vertelt hij nou eigenlijk? Want ja, dat ja. is niet hetzelfde, ja, ja. hè? Ja, ja, nee, 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 nee. nee, nee. Dus uh, ja, dat, dat zullen we zien, maar. Uh, ja ik vrees dat er niet veel meer op zit dan, dan Ik weet ook gezond, dat dat wil boeva ook wel een dingetje was hoor dat er veel kinderen in de zaal ah, ja ja dat geloof ik ja, ja omdat hij ja, ja. met die gay als je ja, een ja, ja. likeable figuur zit op tv dan, dan ja ja ik ja. snap het ik snap ja. het maar ja want ja, dat is heel duidelijk. Maar de koe... Deze is vervolgens. Want die vorige tot daar aan toe, maar deze al zeker ja, nee, nee, niet. Nee, nee, Wat ik er nu, die 25 minuten. Ja, daar gaan kinderen niet veel aan hebben. Nee, 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 nee. Dus dat is echt een verloren avond voor hen in de eerste ja. plaats. Alleen ja, ja. Ja, dat, 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 ja. Maar, maar ja, we zien wel. Want, uh, ik weet niet wanneer ik dit online zet, want ik heb een beetje te veel dingen klaar liggen. Maar er is het nieuw seizoen, uh, uh, want dat is wel leuk. Je hebt er juist, voordat we begonnen, heb je gezegd, er is een nieuw seizoen Maas zinger. Ja. En ik krijg een primeur. Je gaat één iemand, ga je outen, ga je zeggen wie, er, wie erin zit. Vond ik leuk dat je dat... Ja. Ik zei, ja, ja, ja. Ze oh, moeten dat niet doen, maar ik vind het gaaf. Dat gaal, is dat niet je... waar. vooral nee, ja, dat ik, voordat ik hier de TikTok van contract allemaal flowkill. <laughs> Oh, maar leuk, er ja. gaat nog één naam uh, lossen hier vandaag, dames en <laughs> ja. heren. Ik gaaf. Leuk dat je dat zo uh, zei in de Jens, ja, 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 nou, ja, dus ja. Ik weet dat daar een boete op staat, maar omdat je er echt aan Maar ja, het gaat je voor de, het je voor de wind. Die, die 200.000 euro, dat is ja, voor ja, jou Wil je echt een naam? Ik wil een naam. Oké, okay, ik ga het u vertellen. Luister ja, luistert toch niemand. Mevrouw Ja. is Els Klottermans van de parachutemoord. Ja, yeah, ik wist het! Je wist het, hè? Ik wist had het. het. Je had alle tips door, Ik had door, ze gelijk zien. Die, ja, door de tips met vallen en opstaan. Ik denk, ja. dat is Els Klotterman. Ja, eh Ja, Doe je dat graag? vind je dat? Vind, wat, ja, ik bedoel, uh, je bent Jess Dokker, je hebt altijd je zo beetje je niche, je eigen plekje mm -hmm. in dat TV-landschap, ook zelfs binnen VTM. Mm -hmm. En nu doe je, nu ben je, de, ja, ongeveer het grootste programma wat ze hebben. Ja. Ben, je, ben je ben jij Niels de Stadsbader geworden? Mm -hmm. Hoe voelt dat? Uh, ja, het voelt wel de big league, ja. gewoon puur ja. door, um, ja. door de door de grootsheid van, mm, van die productie, van die productie. Ja. Dat is, uh, op de opnamedagen zelf is dat meer dan 100 man ja. van crew. Ja, ja. Dat zijn uh, meer dan tien bewegende camera's, bemande camera's. Ja. Uh, met een kraan en, en camera's op, op rails. Ik bedoel, dat is echt. Dat is redelijk gigantisch. De, 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 um, ook het feit natuurlijk dat, dat een hele specifieke. Um, Allee, opzet is, dus die die studio is volledig losgekoppeld van eigenlijk de plek waar dat dan Green de roze, mensen zeg maar. die ja. in de pakken zitten zitten, want, want dat is letterlijk weet niemand dat. Niemand hè? weet Jij dat. ook niet? Ik ook niet. Niemand weet dat. Of enfin, ja, wel. Natuurlijk zijn er dus, mensen die het weten en dus een bepaalde mogen, redactie weet dat. Dus iedere uh, maa mag mag uh, principe één iemand als vertrouwenspersoon ja, hebben, partner, de partner want doorgaans, ja. want ja anders krijg je dat niet uitgelegd nee. in je agenda. Dus er is maar één iemand van hen uit die dat weet. En, en dan, dan van binnen de productie redactie. zijn er een paar, maar zelfs een deel van de redactie weet het niet. Het zijn, zijn maar een paar mensen van heel die productie die ja. effectief in die tent mogen gaan. Ja, maar dat, is een, dat is een tent binnen een ja. loods. Ja. Die, waar die mensen met die... Ja, met die en daar staat zijn. dus permanent security personeel bij. Ja. Die dat dus afschermt. Dus niemand anders kan ervan in de buurt komen. Nee. En, um, dus die worden... Ja, maar dat dat kun je ook allemaal zien in, in die behind the mask. En waarom doen we daar zo krapachtig over? Omdat het anders in de dag allemaal staat. Ja, en, en omdat dan natuurlijk, dat is, als dat rondgaat, dat is wel uit de hele format. Hè. Ja. Dat, waarom is dat zo sterk? Omdat uiteindelijk wil iedereen het toch blijkbaar weten wie dat er in dat pak zit. Ja, daarvoor zat je in de jury. En daar was ik ja, ja, een paar ja, keer ja, 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 daar aanwezig. Ja, ja, ja. ja, ja. En ik vind dat, ja, met alle respect voor iedereen die er, En dat zijn mm. allemaal hardwerkende mensen, maar dat is niet mijn kopje thee, zullen we maar uh, heel eufemistisch zeggen. Maar als je ja, ja. daar dan een paar keer, ik ben een paar keer jou meegeweest, ja, dan wil je toch wel weten wie er in dat vakpak zat. Exact. Ik ga exact. niet kijken en ik zit daar niet vrijdagavond. Ik ga. Ik ga liever. Maar een, ik denk uh, dat er, dat er kijken, heel veel mensen. in. je initieel, wil weten wie er in dat vakpak zit. Ik denk dat daar veel mensen effectief daar er zo zijn ingerold. Ja. Uh, Hey, mensen die wel fan zijn zitten er naar te kijken. En er zijn gezinsgenoten die zeggen: wat oh, is dat nou voor aardigheid? Maar uiteindelijk, na, na acht minuten, zijn ze toch geïnvesteerd. En godverdomme, wie zou dat kunnen zijn? Het is gewoon zo leuk om dan mee te ja, spelen het vanuit het er ook gezeten, Mooi hoor. uit, hè? op beeld is het mooi. Ja. Maar ik vond het in het publiek zitten, vond ik een verschrikking. Dat duurt veel te lang. Ja, het het lang. publiek werd behandeld als stront, met alle respect. Ja. Ik bedoel, op tv zag het er geweldig goed uit. Ja. Maar om daar als publiek te zitten, vond ik echt niet zo leuk. Ja. Ja. Dus ik, ik zou mensen eerder aanreiken om het op tv te gaan zien dan in de fucking. Uh, ja. wel, gaan het, is, dat het duurt is... ook vier uur of zo, zo'n opname. Wow, dat is nu wel heel lang, maar, maar het, het, het duurt best lang. En, uh, maar ik denk dat het wel leuk is voor mensen die dat graag een keer zien. Als je dan toch een keer een studio opname wilt zien, dan is het wel de. Want dat is, het is wel indrukwekkend. Gewoon dat ja. op zich mijn ouders ja. zijn nu ook een keer komen kijken en ja, los van het ja, fein. maar ik vond uh, God Talent mm -hmm. vond ik wel leuker. Wat ook veel te lang duurt, en wat ah, ook ja, ja, verschrikkelijk ja. is om in het publiek te zitten. Ja, omdat dat... De hele tijd clean-up is en weet ik veel ja, 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 ja. Maar dat vond ik leuker, vond ik leuker om in het publiek te zitten. Ja, 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 ja. En, dat, en of, uh, ja. Wat, wat daar vooral aan is, en ik ben die mensen hun naam allemaal vergeten, maar. Die opwarmers, wat de f... Ik bedoel, als we het dan hebben over, over uh, straffe gasten... Uh, job. Die opwarmers die dat daar doen... Oh my god, man. Dat Bel is het, Belgium's job. got talent Tokyo, Niet is, normaal, man. Dus dat is een hele dag... In die ja. audities, dat is een ja. hele dag, dagen aan een stuk... En tussen iedere act, dat podium moet opgekuist worden. Die mensen moeten, en, en, en die, dus die moeten minstens 10 en gemakkelijk 20 minuten tussen iedere act volgen. Ja. Tussen ja. iedere act. Ja. Ja, ja. Dus die zijn uren per dag aan het spreken tegen mensen die vaak dan net op dat moment. Want we lopen zijn naar het toilet, op een GSM aan het scrollen zijn, met elkaar aan het praten zijn over de ja. voorbij. Dus dat is een onwaarschijnlijke job. We moeten moet, er echt, Got je Got moet talent, er echt voor gemaakt zijn. Dat is ik, een talent apart. Hoe heette die ene gast naar Talent toen? Die, gast, die had toen zijn arm ook gebroken: uh, Dimi. 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 Die gast, ik vond die op een gegeven moment zo boeiend en fascinerend dat ik die act vervelend <lacht> <lacht> ik vond. Ja, maar. Die, maar hoe, wat die met zijn publiek deed. Ja. Want ja, ik ben natuurlijk geïnteresseerd in. in, in, in ja, ja. En dat was niet per se heel grappig. Er was ook wel mijn humor bij. Ja, ja. en een Nonchalance, maar ook zingen. En dat, ja, die ja, ja. hield gewoon die mensen warm. Ja. En dat was gewoon een soort show op zich. Waar ja, ja. dan af en toe een act uh, ja, 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 ja. tv-camera's ja, ja, ja. terug hadden en een gebeurden. gebeurde. Ja, ja. het is al bijna kwart voor. En ik moet echt nog een keer gaan kakken. Ja, maar we gaan zo. Maar goed, dus waarschuw uh ja, Hoe voelt het als de nieuwe, de nieuwe dingen te zijn? Ja, ja, ik vind het wel echt een max. Ik ja. vind het ook heel leuk om te doen. Maar vooral ook, ja. Je zit er nog meer bij, omdat ik sta nu naast die pakken. Ja. Ik hoor die mensen ademen. Ja. Ik, ik voel dat zweet van dat, dat, die, dat die kapot aan het gaan zijn in die pakken. Ja. Je staat daarnaast, weken aan een stuk, je hebt geen idee wie dat, dat zijn. Ja. ja, dat is fascinerend hoor. Dat is echt, dat is echt heel Zaten er mensen bij die je goed kent? Mag ik niet zeggen. Mag je dat ook niet zeggen? Nee, ik mag echt... Ik dacht, ik heb een die wel... Wat? Maar Ik heb al veel te veel gezegd. Maar je hebt totaal gekloten. En bovendien uh, weet ik ook nog niet alles, hè. we zijn nog maar... We zijn nog bezig met op We zijn, bezig, bezig zijn, we zijn nog, ah, nog volop ah, bezig, dus ah, okay. ik weet er nog maar een paar. Oké. Okay. Ja. Goed. Uh, nou, ik wil nog snel, want we hebben eigenlijk alleen nog maar wat na de pauze... Mm -hmm. Dus we hebben een hele korte pauze ah, ja, juist, ja, we Na de pauze heb je voorgelezen uit het boek wat je aan het schrijven bent. Behalve dat je dat heel erg goed hebt voorgelezen. Was ik ook echt heel erg onder de indruk van uh, wat je uh, voorlas. Dank u. En, en uh, op uh, stilistisch en inhoudelijk vlak. Dus oh, ik, wow. waar, ik, waar, ik was echt. En ik steeg je nu te veel veren in je reet, ik kan me allemaal niet gereedschreven. Ik was echt. Ik was ontroerd. Ik was onder de indruk hoe je het vertelde, wat je vertelde, de inhoud, de, 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 het spelen met taal. Het was, het was echt heel straf, Jens het Donker. Dank u, dank u. Ja, dat, ik vind, uh, dat doet me heel veel plezier. En vooral ook omdat je erbij, expliciet erbij vermeld, dat je het stilistisch ook goed vond. Ja, natuurlijk. Want dat, is, uh, dat vind ik ook aan een hele belangrijke. Want je kiest natuurlijk. Allez, er is een reden waarom dat ik die verhalen in een boek wil vertellen en ja. dat ik die niet op een podium ga brengen. Nee, klopt. Dat is om, dat, omdat, dat in, 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 ja, omdat dat meer. Ja, of toch in mijn hoofd voor om, om op papier te staan, dan, dan verteld te worden door mij. Ja, dat snap ik. Um, Omdat je een soort, als er een minuut lang uh, niet ja, wordt gelachen heb je een soort lachdrang. Ja, ja. En de, de lach zit er zit, zit, zit een ja, grappig ja. stuk in, maar die komen op het moment dat ze moeten komen. En niet ja, ja. dat jij denkt, ja, ja. oh nee, nu, die, die worden gedicteerd door het verhaal, ja. niet door de afwezigheid van de lach daarvoor. Snap je? Ja, ja. Dat het publiek, oh je shit, het publiek heeft al even nu moet er een lach komen. Nee, nee, het verhaal dicteert. En als er geen lach in zit, dan zit er geen lach in. Ja. Ik vond dat. Uh, uh, ja, want ik weet dat je, je. Je hebt er wel mee geworsteld met het schrijven. En, en je het dus wel uitgesteld ook zeker. De, de uh, in het begin, begin heb ik er heel erg mee geworsteld. En dan was het zo druk met televisie dat ik inderdaad een, 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 aanvankelijke release-datum, maar die was ook nog niet gecommuniceerd. Hoor. Maar wat wij in ons hoofd hadden, die is uitgesteld geweest. Um, maar nu is dus de publicatie voor na de zomer en oktober komt hij uit okay. dit jaar. Ja. Dus ja. eerst boek en dan uh, een show. Ja, 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 ja. En, en is er een overlap in titel of een overlap in? Uh... Uh, nee, het boek zal. Uh, Ik mag er niet aan denken, heten. Ik mag Alright. er niet aan denken. Ik mag er niet aan denken. En dat gaat ja. eigenlijk. Het gaat eigenlijk over je leven, maar wel een beetje al, fragmentarisch. Uh, ja, het is het is, um, het is allemaal Waar gebeurt. Ja. Maar het is niet een verslag van mijn leven. Want er nee, zijn nee. heel veel dingen dat ik niet belegt. Dus het gaat, het gaat mij echt gewoon puur over de allee, uh, verhalen dat ik zelf interessant vind. Ja. Dus het is, het is niet een verslag van alles en toen deed ik dit en toen deed ik dat. Nee. En het is ook qua tijdlijn klopt het ook niet. Dus het is allemaal door elkaar gehaald. En het is niet helemaal. En, geef je duidelijk. aan met een datum van dit moet je daar situeren als lezer? Of, wel, Er uh... zit wel een structuur in dat je als lezer ook vrij snel. Ah, ja. uh, allee, door hebt, maar ja. ik wil dat liever dat mensen dat ontdekken als ze het gaan lezen. Ja, ja, ja. Dan dacht ik dat wat nu al. Nu, wat je hebt voorgelezen, ja, dat springt heen en weer in de ja, tijd. Ja, ja. ja en ja. was dat chronologisch volgens het boek of hoe jij het wou, nu wou doen? Um, dat is zo dat ik het nu wou doen, maar ik heb nog geen definitieve indeling. Ik heb ah, nee. gewoon wat, wat Eigenlijk stukken... heb je gewoon, als, als, in comedy-termen heb je een aantal bits en nu moet je nog assembleren en, en zoiets. Ja ja, 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 ja. Maar het is wel een feit dat ik inderdaad niet de tijdlijn ga volgen. Nee, dus inderdaad... we beginnen niet op uh, twee jaren en we eindigen nee, op 30. Nee, nee. Dat mijn spanningsbogen door elkaar gaan laten vloeien, dat, dat ben ik nu wel al zeker. Ja. 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 Wat je op het podium ook zei tijdens het, 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 het eerste deel. Dat 30 jaar worden voor jou geen je zat, je, je bent 30 geworden uh, terwijl je uh, opgenomen was. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk geen dingetje, zei je. Ja, ja. Dat, dat, heeft dat er dan niet ook nog eens mee te maken? Um, ja, ja, ja. Maar het was eigenlijk. eigenlijk is dat, dat boek is er gewoon gekomen omdat er mij gevraagd wordt van ja. Maar als dat je hebt meegemaakt, heb je er ook open over gecommuniceerd. Ja. Um, zie je er niet zitten om daar een boek over te schrijven? Ja. En ik heb gezegd. Um, ja, maar laat mij over alles schrijven. Gewoon over wat ik moest ja, ja. dingen en niet heb. alleen maar want ja. de, de, die stuurde natuurlijk toen nou, eerder naar het epilepsieverhaal, uh, de, epilepsieverhaal. Een, eerder naar een depressie. Ah, nee, naar dus, de depressie ja, omdat ze ik had erover gecommuniceerd en, en tot, allee. De vraag was sowieso vaag, hoor, maar, maar ze, ze, ze vroegen zich af: van ja, zit er daar geen boek in? En wilde niet, um, zoals dat bijvoorbeeld Stefan de Gant heeft verteld over ja. uh, afscheid ja. te moeten nemen van zijn geliefde, ja. niet op die manier dat thema belichten. En ik heb gezegd: uh, dat zie ik niet echt zitten om alleen daarover te schrijven, kan, ik krijg daar geen allee, nee. Maar laat mij gewoon over waar gebeurde dingen schrijven. Ja. Dus het is autobiografisch. Maar het is natuurlijk totaal anders verteld dan, dan wanneer ik dat op een podium zou zeggen. Hè. Dat, is, dat is veel meer. Uh, ...detaillering, sfeerschepping... Lang, lange bogen, ja, dat is totaal anders. Dat is, helemaal een, dat is een heel ander beestje. Ja. En uh, het aardige was dat het publiek die voor de pauze hard, heel hard gelachen hebben, ja. na de pauze heel, heel aandachtig waren. Ja, ook ja. lachten op de grappige stukjes... Ja, ja. maar ook niet begonnen te roezenmoes. Dat nee, 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 was heel Een, uh, een heel, 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 heel goed publiek. En ja, het sorry. stuk over waar, waar Joy Division in komt, ja, dat, ja. dat heeft me ook echt geraakt omdat ja, dat, ja, dat ja, zo. Uh, ja, ja, ja. ja, Joy Division ja. is toch wel een dingetje, ofzo. Ook voor mij, ja, hoor. En voor jou ja, is ja, het natuurlijk nog closer, omdat in uh, zang van wist yeah. ook ja. uh, epilepsie had. Ja, precies. Ja. Maar uh, holy shit, ja. Ik, nee, ik was. Ik, ja, ik, was, ik, was echt, uh, ik was er stil van. En dat ja. gebeurt mij niet super vaak. Nee, dat is uh, uitzonderlijk dat je geen stil zit. Ja. <laughs> Alright man. En nu over tien minuten ga je het tweede nog eens doen. Yes, yes, wat yes. Ja, 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 zeker. Want je had zeker. wel wat zenuwen, hè, daarnet? Ja, ik had een beetje zenuwen, maar eigenlijk viel dat wel mee. Ik had er vooral eigenlijk echt vreemd hoesting in. Ja. Ik voelde wel dat, dat ik een beetje zenuwen had, omdat ik, uh, omdat ik zo nog wat dingen mij versprak, en omdat er nog... Maar ja, dat is ook omdat dat materiaal nog niet in mijn, in mijn, nee, nee, in mijn lijf zit, hè. Maar um, nog wat versprekingskes en soms wat te veel ruis en zo. Eh. Dus daaraan voel ik dat ik wel wat, wat zenuwachtig ben, maar, maar tegelijkertijd was ik er echt van aan het genieten om, om op dat podium te staan. Ja. En, en, en eigenlijk ook bij het voorlezen en zo, ik vond het echt... Heel, heel, heel ja, het is toch een beetje ik bedoel, je bent hier toch ja, 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 veel ja, ja. gespeeld. Maar ja, je? en ook, het ding is, ik heb altijd, dat is altijd zo geweest, veel meer stress gehad om hier in de Joker te spelen ja. dan ergens anders. Omdat ik het gevoel heb van, uh, ja, dit is, allez, dit is nog altijd de living zo Er is nog ja, ja, altijd, uh, ja. ja, zo de, de basis, dat is zo, ja. Voor vrienden en familie spelen, altijd lastiger dan is nou, lastig. voor een anoniem publiek. En dan ga je publiek, dat he? doen in de... Ja, in ja, ja, ja ik het, ik het, ik het. Maar dan is het verschil, dat dan al... Allee, heel geraffineerd al en, ja. en, 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 en heel gestructureerd moet zijn. ik bedoel... Dan is die voorstelling al af. Voilà, ja. voilà, voilà. Allright, ja. ik kijk eruit. Ik ben blij dat we, dat we, dat we elkaar terugzien, man. Yes, Ik ben echt blij yes, dat we die yes, op het podium yes, hebben yes, gezien. Yes. Het, was, het was echt, ja. echt heel straf. Uh, Jens Donker, enorm bedankt voor het gesprek. Jij bedankt.